Tony. Ja. Dat was leuk, hè? Ik zat nog helemaal in het moment. Hey Sonny, ja, je hebt veel prijzen gepakt. Ja. Met Ajax voornamelijk. Ik heb ze hier allemaal voor me staan. Dan ga ik ze allemaal even langs. En dan vind ik het leuk om te weten welke het meest bijzondere is voor jou. En ja, die het meest dierbaar is. Ja? Niet bewegen, wel bewegen. Afzien, huilen, lachen, hijgen. Diep, dieper en nog dieper gaan. Alles om dat doel te bereiken. Maar waar haal je de motivatie vandaan? Ik haal het voor een deel uit bijzondere verhalen van sporters. In Jago Ontdekt deel ik die verhalen met jullie. Dus kijk, luister en laat je inspireren om gelukkiger en gezonder te worden. Dan hebben we de Wereldbeker voor clubteams in 95. UEFA Supercup in 1995. We hebben de UEFA Cup in 1991 en 92. European Cup Winners Cup 86-87. En dan de Eredivisie ben je 7 keer kampioen geworden. De KNVB Beker 4 keer. En dan hebben we de... is dat... Jan Cruijffschaal. Ja. Ja, dat is een PTT Telecom ja, Cup. Dat is, heel dat is leuk. 3 keer. Dat is echt heel oldschool, hè? Hey, en wel, op welke ben jij dan het meest trots? Dus de Wikipedia? Ja, dus de Wikipedia. Ja, die hebben het niet goed. Die hebben het niet goed. Dan gaan we het gelijk even rechtzetten. De Champions League staat er niet op. De Champions League? Daar was ik wel bij. Was je wel bij? Winnaar. 95. 95. Nee. Is dat wel de mooiste dan? Nee. De mooiste was... Ik vind 87, dat was de eerste na 14 jaar volgens ja. mij. En 92, omdat ik vanuit een nulpositie eigenlijk van iedereen, of in ieder geval de trainer, Louis van Gaal, die vertelde mij, ja Sonny, ik heb je niet meer nodig dit seizoen. Eigenlijk van een nulpositie toch op een gegeven moment aan het einde van de rit met de cup in de handen stond. Ja, ja. Ja, dat vind ik dan de mooiste, omdat je dan door het harde werken met wat ik toen moest doen, om toch het ongelijk te geven aan de trainer. Ja. Voor mij dan, mijn gevoel. Ja. Mijn gevoel was, ja, ik heb het toch gedaan op de manier zoals ik het graag wilde. Een soort van overwinning. Ja, voor mij was het een overwinning. En ten eerste ook, ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, ja, ik heb je niet meer nodig. En, nee. Ik heb daar ook meteen gezegd, nou ja, sorry, ik heb nog 5 jaar te gaan. Ik had een contract getekend voor 7 jaar. Nou, en ik wil die netjes uitdienen. Ja. En ik ga zorgen dat, dat jij... een andere keuze gaat maken. Ja. Ook, en dat je het verkeerd hebt. Ja. Ik zal het zeker laten zien dat je het verkeerd hebt. De ongelijke bewijzen. Ja. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Hey, ik ga je introduceren. Ja. Dit was een mooie teaser. Sonny Siloy. Ja, Ajaxiet. Hè? Voornamelijk natuurlijk. Ja. Je hebt gespeeld ook bij Arminia Bielefeld. Ja. 2 keer Ajax periode. Ja. Dus in Parijs heb je ook gevoetbald. Ja. En toen ben je afgesloten ook bij de Graafschap. Ja. En je bent begonnen bij de Zilvermeeuwen. Zilvermeeuwen ben ik begonnen. En ZVV? ZVV, ja, die clubs die bestaan niet meer. Nee. Zilvermeeuwen was alleen trainen. Ja. Daar kwam ik met 6 jaar. Nou, dat is nu, mag je dus al voetballen. Nou, daar mocht je alleen trainen. Want 8 jaar was de leeftijd om te kunnen voetballen. Ja. Toen ben ik naar de Buurman gegaan. Die heette ZVV. En... daar was een buurman, toevallig ook weer de buurman, die woonde schuin tegenover me. En die was ook daar de trainer voor de jongste jeugd. En ze hadden een speler nodig op een gegeven moment. Er kwam een leider op het veld op. Ik me nog zo goed herinneren, er kwam een leider het veld op. En die had een speler tekort. En toen wees dus die buurman van mij, die wees mij aan. Sonny, ga jij maar met hem mee. Ja. Het mooiste verhaal is dan ook, die vroeg aan mij, waar wil je spelen, in de verdediging of in de voorhoede? Ik wist niet eens wat verdediging was. Ik zeg tegen, ik wil doelpunten maken. Oké, okay, voorhoede. Ja, nou, voorhoede dus. Dus dat was de voorhoede. En nou, die wedstrijd, ja, dat verliep heel goed. Ja. Ik scoorde er volgens mij 1 of 2. We wonnen ook die wedstrijd. En ja, iedereen blij. Ja. Als je wint, is iedereen blij. Ja, dat is meestal, dat is inherent aan het voetbal. Hè? Ja. Als je wint, dan is iedereen vrienden. Blij. Dan heb je heel veel vrienden. Hey, je werd op jonge leeftijd werd je ontdekt. Ja. Door Leon Beenhakker, als ik het goed heb.
En Dirk de Groot? Leo Beenhakker en Dirk de Groot. Die speelden... We hadden toen nog een 14, 15-jarige Nederlands elftal. Daar ben ik ontdekt. En dat was een beetje gemixt met ook allemaal amateurclubs. Ja. En, want niet iedereen had een BVO in die periode. En ik had het genoegen om met Van het Schip, John van het Schip. Ja. En Vaneburg speelde toen bij Elinkwijk en ik speelde bij ZVV. Ja. En wij waren dus wel de drie spelers van dat team, van 14, 15, die dus ook het A-team hebben gehaald. Ja. En ja, dat is een heel proces geweest. John van het Schip die zat al een aantal jaar bij Ajax, dus daar keek je eigenlijk al een beetje tegenop. Ja, ja. Dat is een Ajax-speler. In die periode was Ajax best wel met de jeugd ook al heel goed, want daar hadden ze ook de beste spelers naartoe. En Vaneburg en ik dan, ja, die zijn via selectiewedstrijden, Noord-Hollands elftal, Utrechtse elftal, bij elkaar gekomen om dus een selectie West 1 te maken. En daar speel je tegen weer andere gedeeltes van Nederland. Ja, dan word je geselecteerd. Ik zat eerst niet bij de Nederlands elftal. Ik werd er als 17e man, werd ik er dus bijgehaald. Ja. 17e man. Want het was toen, nu is het anders. En nu zijn er 20 of 22 aan de Er zijn er wat veel, hè? En nu was het, toen was het 16. Ik kwam er als 17e man erbij door Rob Baan. Rob Baan is toch best wel een gerespecteerd trainer. En die nam het even over voor Ron Groenewoud. En Ron Groenewoud was dus, vind ik nog steeds, een zaalvoetbalcoach. Waarom? Nou, omdat hij me dus als 17e man dus weer afserveerde. En terwijl hij nooit, hij had maar 3 kwartier zien spelen in die periode. Ja, maar dan kan je nooit zeggen van, nee, dit dus is niks. Daarom vind ik het nog steeds een zaalvoetbalcoach. met alle respect, op dat moment en uiteindelijk heb ik het tegendeel weer moeten bewijzen, dat hij dus verkeerd zag. Ja, ja. En ik wist ook in die periode en ook qua leeftijd, was ik net 14, 15, dan ben je net een beetje aan het ontdekken, oké, wat gaan we doen? Ik was een huilenbalk, dat staat ook al overigens in mijn boek. Een huilenbalk, elk duwtje, weet je, zo'n janket. Dus ik mocht helemaal niet naar Ajax van mijn vader. En mijn vader zei, nee, daar ben je nog helemaal niet klaar voor. Nou, uiteindelijk heb ik zelf de stoute schoen aangedaan om dus wel ja te zeggen. En mijn vader was het totaal niet meer eens. En toen zei hij ook, ja, dan moet je het allemaal zelf maar regelen. Ja, dan zoek je het zomaar uit. Ja. Hey, is dat vechten een beetje een rode draad ook in je carrière? Ja. Want je begon al over je boek, dat heb ik niet genoemd trouwens. Ja. Ajaxiet heet genaamd. Johnny Sloy Ajaxiet, Daar komen we nog verder op. Hè? Want we zitten nu midden nog in je carrière. Je opbouw van je carrière. Ja. Je wordt dan op een gegeven moment geselecteerd ook voor Ajax. Hè? Dat is toen heel vreemd gegaan. Ze kenden mij al. Dus een vriendje van mij die speelde al een jaar eerder bij Ajax. En daar ging ik ook altijd mee om. Altijd. We waren zaterdags altijd wel te vinden. Of op voetbalvelden. Of we liepen bij ons in Zaandam. In het centrum. Dus die kwam naar me toe tijdens een basketbalwedstrijd. Wij hadden toen een basketbalteam die best wel hoog speelde. Dat was Eredivisie. Ja. Dat heette toen BV Zaandam. En die speelde Eredivisie. En daar ging ik altijd kijken. Natuurlijk heel leuk om te zien hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En toen kwam hij naar me toe om te vragen of ik de volgende week bij Ajax wil komen trainen. Oké. Dus niet zoals het nu normaal moet gaan. Dus met een brief. Allemaal. Nou ja, ik ging daar trainen 1 keer en ik werd al aangenomen. Ja, andere tijden ook, hè? Ja, dat is niet normaal. Dat is een andere, hoe dat nu allemaal met die... Ja, nu moet je dus eerst een aantal keren bekeken worden door scouts. En dan moeten ze een rapport maken. Ja. En Beenhakker en Dirk de Groot, die hadden mij gezien dat ik bij de best in 17 spelers zat van Nederland op dat moment. In die leeftijdscategorie. Vaneburg. Op dat moment ging ook naar Ajax. Van het Schip zat er al en die kwam erbij. Ja. Dus we hadden daar de driehoek die uiteindelijk in het Nederlands af speelde. Ja, dat is echt fantastisch. En dat begon met 15 jaar. Ja, ja, mooie tijden om dat ook allemaal aan te horen. Want ik heb zelf ook op een redelijk niveau gevoetbald. Ja. Maar hoe dat Waar voor dan? Jullie allemaal... Waar? Ik heb bij Rodenburg gevoetbald. Ja, dat ken ik wel. Ja, in Leiden-Noord. Ja. En daar heb ik de eerste gehaald. Ik was niet de beste voetballer. Maar wel altijd ook een vechter. Ja. Vechtertje, kuitenbijter, linksback. Nou ja, daar kan je wel heel veel mee komen hoor. Ja. Met vechten. En de mentale weerbaarheid wordt ook alleen maar hoger en groter en sterker. Ja. En ik heb door mijn mentaliteit van alleen maar keihard werken. En ook natuurlijk mijn vaardigheden. Ja. Want daar ben ik natuurlijk ook aan. Ja, toch wel het hoogst haalbare gehaald. Ja. En, Gouden generatie meegemaakt hè? Nou, ik heb
In ieder geval, en niet alleen ik, maar ik heb in ieder geval meegemaakt de dingen bij Ajax, zeker met het geld. Waar de financieel hadden we gewoon niks, maar ook helemaal niks. Nee. En nu dan hebben ze dus heel veel geld, waar ze dus wel de dingen moeten doen en ook goed moeten doen met heel veel geld. En daarbij, daartussen, heb je gewoon een fantastische academie waar je dus heel veel spelers kan uittrekken om die weer te laten spelen in het eerste helft en te verkopen. Dat is ook een beetje het businessplan van Ajax. Het businessplan van Ajax is spelers opleiden, laten spelen in het eerste. Ja, en als je kan verkopen voor heel veel miljoenen euro's, verkopen. Ja, ja. Dus we maken uiteindelijk de andere team sterker. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Je hebt in twee periodes bij Ajax gezeten. Je werd op een gegeven moment 111 wedstrijden de eerste periode. Hoeveel heb je er totaal gespeeld? Ik heb in totaal gespeeld met alles, erbij, Europa Cup, de beker, 343 wedstrijden voor Ajax gespeeld. Ja. En daarbij komen er ook nog, Franse team. Zit rond de 500 wedstrijden. 500 wedstrijden en daar ook nog natuurlijk Nederlandse elftal meegeteld. Ja. 25 wedstrijden? Als 25, in die periode speelden wij niet veel. We zijn ook hebben ons ook niet gekwalificeerd voor, nadenken. Voor 84, dat was dan die wedstrijd dat Spanje won van Malta met 12-1. Dat eigenlijk de zot geworden was. Ja, dat de keeper die dook gewoon de verkeerde hoek in plaats van de goede hoek. We hebben in 86 niet gehaald. Nee. Dus een eindtoernooi heb je nooit behaald? Nee, door middel van niet kwalificeren of blessures. Ja. In 88 halen we het wel na zoveel jaar en dan word je ook nog Europees kampioen. En dan raak ik 2 maanden voor het... Kijk, april, mei, juni. 3 maanden voor het toernooi raak ik geblesseerd aan mijn oog. Dit was helemaal kapot. Mijn oogkas was op 4 plaatsen gebroken. En dat moest gerepareerd worden. En ik mocht niet te vroeg beginnen, want anders zouden de consequenties nog slechter zijn. Ja, dan kan het nog slechter worden. Ja. Natuurlijk. Dus die heb ik niet mee kunnen maken. 1990 door een knieblessure niet mee kunnen maken. Ik was net terug bij Ajax in 89, krijg een knieblessure. En het hele seizoen is naar de knoppen. Ja. Want je hebt wel een blessure leed gehad dan? In die 2 jaar, dus 88, 90, was het ergst. Dat was echt een opbouw van... Ja. Maar dan voel je ook dat je gewoon van het ene in het andere valt, hè? Je zat precies in de hoek waar de klappen vielen. Nou, ik heb in een korte tijd eigenlijk 2 zware blessures gehad. Dus mijn oog, dat is best wel belangrijk. Ja. En mijn knie, en mijn kruisband, blessure heb ik gehad. Ja, waarvan je eigenlijk jaren later heb je daar nog steeds last van. En inmiddels is die verhaald voor een nieuwe knie. Ja, die zit er nu in. Die zit er nu in. Die doet het. Die doet het fantastisch. Ja, ik had het eigenlijk eerder moeten doen, maar... Ja. Je gaat het toch uitstellen, hè? Nee, dat was... Ja, ik had een afspraak met die dokter. Ik kwam eerst te vroeg. Dat was in 2001. Ik was net gestopt en ik was nog veel te jong om dus die knie te, verwisselen. En toen zei hij, zolang je geen pijn hebt, laat je me gewoon inzitten. En als je pijn krijgt, dan moet je naar me toe komen. Ja. Dat was Cor van der Hart. Dat was de zoon van de trainer Cor van der Hart. Ja. En die werkte toen in het Bergman Kliniek in Naarden. En toen kwam ik binnen strompelen. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Strompelen binnen. En toen zei hij, Sonny, had je niet eerder kunnen komen? Ik zei, maar Cor, ik heb geen pijn. Nee. Dus dan ga ik niet komen. Jij hebt me letterlijk gezegd, als je pijn krijgt, moet je naar me toe komen en dan haal ik hem eruit. Ja. Dus ik kwam in 2015, kwam ik naar hem toe. Toen had ik al een heel plan had ik met hem gemaakt. En toen kwam er een club uit de Emiraten en die wilde me graag hebben als coach. En toen heb ik het uitgesteld na een jaar later. En dus in 16 november is die eruit gehaald. Ja, want je bent ook assistent-trainer, trainer geweest, technische directeur. Je bent overal eigenlijk... Nou, dat boek, dat moet je eigenlijk gewoon gaan lezen. Wil je Sonny Siloy? De periode gaat over het voetbal. Ja, oké. Het gaat van 1981 of 1979 tot en met 2000. Ja, dus echt puur de voetballer. Alleen het voetbal, Sonny, en de successen en hoe ik het dus ervaren heb als speler. Want het gaat dit... Ja. En het is niet altijd, halen. Ja, het is niet altijd even leuk om profvoetballer te zijn. Maar je hebt ook te maken met heel veel teleurstellingen. Ja. Wat was een teleurstelling waar je denkt van daar kijk ik echt met vervelendheid op terug. Nederlands elftal. Ja. Dat is toch wel 88. Dat ik wel, als ik erbij was geweest, had ik ook gespeeld. En want ik heb de hele kwalificatie reeds van meegedaan.
meegedaan tot, ja, tot het, het toernooi. Nou, ik sprak Michels ook nog voor het toernooi. Het is niet leuk, want hij zegt, nou, dan doe je alles mee en dan doe je het eindtoernooi niet mee. Nee. Ja, dat was best wel een teleurstelling. En een van mijn dieptepunten en de Champions League jaar eigenlijk. Waardoor je ook in het begin geblesseerd raakt. Waardoor je dus niet meer de kans krijgt om te kunnen spelen. Omdat Louis die had een motto van never change a winning team. Nee, dus daar kon je niet meer tussen komen. Daar kwam ik niet meer tussen. En sporadisch kwam ik wel eens een speler toe. Maar dat seizoen heel weinig. Ja, ja. En ik had toen besloten ook om te... Dus zeg, ik had nog een jaar contract tot en met 96 om te zeggen, nou, als er iets komt tussentijds, ja, dan wil ik graag gaan vragen. Weg. Ja. Werd je dan ook al verhuurd of was het in die periode heel snel je wordt verkocht? Zij wilden mij verhuren al, even kijken, die periode dat ik net geblesseerd raakte, dat ik weer fit was. Ja. Dus, Beenhakker wilde me verhuren aan Heerenveen. Dat zag ik niet zo zitten, want ik ben net terug en ik wilde me bewijzen, bewijzen dat het wel kon. Ja. Nou ja, dat jaar was best wel pittig. 90-91 heb ik nog wel wedstrijden gespeeld. Ja. We werden net geen kampioen. Dus 89-90 werden we kampioen. En 90-91 werden we volgens mij net geen kampioen. Dat we dus verspeelden tegen Sparta in Rotterdam. We verloren toen met 1-0. En na 91-92 ga je het seizoen weer starten. En dan krijg je op een gegeven moment tijdens het seizoen toen Van Gaal het overnam. Ja. In oktober. September-oktober kreeg Van Gaal de leiding. En toen moest ik een maand later naar hem toe komen op zijn kantoortje. En toen zei ik heb je niet meer nodig. Dat is toch wel heel erg pijnlijk als je krijgt te horen van je bent niet meer nodig. Hoe ga je met zo'n teleurstelling om? Want hoe oud was je toen? Ik was, even kijken, 5, 26 volgens mij. Hoe ga je met zo'n teleurstelling om? Kon je dat makkelijk... Ja, ik had het al eerder meegemaakt. Dus dit was iets anders. Ja. Dit was een keuze van de trainer. Omdat de trainer het op dat moment niet in je zag. Dat kan. Ja. Hij zegt het ook eerlijk. Ja. Dus daar ben je wel van op de hoogte. Ja, dan stel ik hem ook op de hoogte. Nou, dan laat ik het in ieder geval zien dat je niet meer om me heen kan straks. Nee. Uiteindelijk sta je na de winterstop gewoon in de basis. Ja. En dan een lange neus trekken. Dat is nee, toch wel dat lekker. Dat heb ik niet heb gedaan. Je nooit gedaan? Nee, heb ik niet gedaan. Omdat hij elk seizoen vertelde in de pers dat hij altijd nog steeds op zoek was naar een rechtsbenige verdediger. Okay. Of nou een rechtsbek was of een rechtercentrale, een rechtsbenige verdediger. Dus ik wist waar ik aan toe was. Ja. En alleen wat ik dan dus jammer vond, en dat weet hij ook, dat hij nooit heeft gezegd, ja sorry, ik heb het misschien verkeerd gezien. Okay. En dat is menselijk. Ik vind ook dat je, en ik weet hoe Louis in elkaar zit, zeker als beginnend coach. Oké, hoe ga je die groep aanpakken? Wij waren niet de makkelijkste en ook niet de moeilijkste. Nee. We hadden best wel een mondige groep. Daardoor win je ook. Dus wel mannetjes allemaal bij elkaar. Daarom win je ook de prijzen die je kon halen in die periode. Ja, je pakt de UEFA Cup, waar niemand van verwacht. Je pakt ook een paar jaar later de Champions League. Je pakt ook de beker twee keer. Je pakt twee keer achter elkaar word je, of drie keer achter elkaar word je kampioen van Nederland. Ja, dat zijn dingen wat een speler graag wil en ook een trainer. En daar maak je afspraken over. Ja, ja. Ook met de reserves. De reserves zijn daar een groot onderdeel van. Een reserve ook belangrijk onderdeel, denk ik. Ik denk dat die de belangrijkste is voor de eerste elf. Ja, want de eerste elf, die moeten elke keer maar weer laten zien. Ja, dat ze erin horen. Dat ze erin horen. Ja. Want de concurrentie was groot. Als je kan doen, op de banken zetten. En Van Vossen. En Van der Brom. Ja. En Oelida. Het waren wel spelers hè, in die tijd. Dus de spelers in die periode die op de bank zaten. En ik dan zelf dan ook op de bank. Ja, ga daar maar eens aan. Ja. En als je het niet goed doet, dan staat er zo weer iemand. Want het team wordt daar niet minder op. Nee. Hoe was het met die jongens te spelen? Want het was echt wel een hele grote lichting. Ik vond het wel leuk om met hun te spelen. Maar ik weet niet of ze het leuk vonden met mij te spelen. Nee? Nou ja. Wat? Ik denk als voetballer vonden ze het heel leuk om met mij te spelen. Ja. Weet je? En als mens in de kleedkamer vonden ze het waarschijnlijk niet zo leuk om in de kleedkamer. Ja, ik was gewoon heel irritant in de kleedkamer. Oh, je was niet? Ik was altijd maar bezig. Het was ook...
En daar roemde Van Gaal mij om. Die vertelde, ja, als ik jou er niet bij had op dit moment in de kleedkamer, dan was het misschien heel anders gelopen. Maar irritant in de zin van sfeermaken? Of? Was meer sfeermaken. Ja. Was altijd wel wat aan de... Beetje aan de gallen. Ja, nou ja, de voetbalkleedkamer humor. Het is de voetbalkleedkamer humor. Ja. Iedereen scherp houden. Ja. Weet je, ook dollen met elkaar. Ja. En als, ja, weet je, plezier bepaalt heel veel. Plezier bepaalt het succes. Ja. En als dat er niet is, ja, daar heb je ook dan ben je op de automatische piloot bezig. Dan ben je niet meer bezig met de dingen wat belangrijk is. En uiteindelijk ga je voetballen omdat je het leuk vond. Met wie ging jij in die periode heel goed om? Even kijken. Wat waren maatjes? Meegemaakt. Ik heb de beginperiode meegemaakt. Nou, altijd met Vaneburg geschipt. Omdat we met z'n drieën altijd. We kwamen dus elkaar altijd tegen. Of bij Ajax. Ja. Of weer bij het Nederlands elftal. Ja. Of de ene wordt eerder geselecteerd dan de ander. Ja. Even kijken. We hadden een groepje in beginperiode met Schip, Vaneburg. Nou, Rijkaard, Kieft. Die zaten er toen al. Die zijn een jaar ouder dan ons. Ja. Daarna Jesper Olsen kwam er ook bij, want die zat ook bij de Jonkies. De Jonkies trokken altijd heel veel met elkaar op in die beginperiode. Die tieren de oudjes een beetje... De oudjes die waren onverslaanbaar ook. Ja, wij konden voetballen. Dat deden jullie ook, hè? Altijd. Oud tegen jong, hè? Oud tegen jong. Hoe was dat? Want we gaan van hak op de tak, dames en heren. Nee, dat is het mooiste. Maakt niet uit, want dat is het mooiste van het voetbal. Het is onvoorspelbaar. Ja. Nou, de oudjes die hebben zoveel ervaring. Had je Cruijff en Wim Jansen. Potverdikkie. En had je ook nog een paar jongens erbij die heel hard konden schoppen. Ja. Dus Ophof, die voelde zich dan ook al een oudje. Ja. En Boeven volgens mij, Tjöderling. Ja. Ja, daar kon je niet van winnen. Nee, slimme geitjes. Daar kon je niet van winnen. En ook al, ik kan me nog wel een training herinneren dat we weer tegen oud speelden. We kwamen in zo'n scrum te staan. Zo. Ja. En Rijkaard die zegt... Ga ze pakken. Wie schopt Johan? En toen keken we elkaar aan. Nou, toen schoten we al in de lach. Nou, ja. Die is ongrijpbaar. Ja, dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Nee. Dus uiteindelijk, we hebben volgens mij nog nooit een wedstrijd van oud kunnen winnen. Nee. Nog nooit. Maar hoe was het om met Cruijff te spelen? Fantastisch. Ja. Dat is echt... Op je netvlies, maar als je daar ook gewoon in het veld mee staat. Weet je wat het is? Je hebt mensen die waar je tegenop kijkt. Ja. En je hebt mensen die je ook adoreert. Ja. En, waarvan je denkt, nou, dat is onmogelijk om met hem een keer te mogen samenspelen. Ja. Daar hing bij mij ook een poster aan de muur. Ja. Met de 70 jaar. Ja, ja. Daar staat Cruijff op. Oh. Ja. En op een gegeven moment staat hij naast je. En dan ga je ook met hem voetballen. Ja. Ja, dat is een soort masterclass. Ja. Hoe lang heb je met Cruijff gevoetbald? Ik heb vanaf 81 december, dus die kwam weer terug. Dus daarvoor trainde hij dus al. Ja, ja, ja. In september trainde hij al. Ja, dan kom terug even aftrainen. Ja. En toen begon hij het spelletje weer leuk te vinden. En uiteindelijk stond hij weer naast ons, het veld op met zijn Ajax-shirt aan. En ik heb van 81 tot en met 83 heb ik met hem samengespeeld. Ja. En daarna met 85 tot en met 87 heb ik hem gehad als coach. Ja. En toen ben ik weggegaan naar Frankrijk. Ja. En hij ging een half jaar later werd hij ontslagen bij Ajax. Ja. Hey, even door naar Parijs, want je noemde het al. Hè? Ik noem het altijd achter de schermen. Ja, we zitten in een woonkamer. Hè? Ja. Maar je wees al naar het bord van Lyon, Parijs. Daar heb je natuurlijk zelf ook gezeten 2 jaar lang. Hoe was dat, die periode? Parijs was voor mij een bevestiging dat een andere trainer mijn kwaliteiten op een hoog niveau schatte. Dus daar was ik wel blij om. Je bent een verdediger. Nou ja, een verdediger met ballen tegenhouden. Ja, ik was een hele andere verdediger. Ja, ik ging ook wel eens mee naar voren. Ja. En ook aanvallend was ik best wel... wat eigenlijk nu de backs zijn bij Ajax, dat had ik al in die periode. Ja. Zo moet je het een beetje zien. Je ging mee eigenlijk box naar box. Ja, maar dan voor de zijkant. Ajax kon dat en dat was ook een verplichting. Ook een verrassing voor de tegenpartij. Dat je dus meekomt als een aanvallende back. Dat was in de 70-jarige met Subië. Ja, ja. En wie dan nog meer heb gespeeld daarna. En ik kwam daarna als rechtsback of linksback. Arthur George was de coach. Ja. Die ging van Porto naar Matra Racing Club de Paris, want zo heette die club. De Matra was de sponsor, wat eigenlijk toen ook Philips, weet je, als sponsor van PSV. Ja.
En die wilde graag mij erbij hebben, want die wilden het elftal compleet hebben. Ik ben eigenlijk tijdens het seizoen ben ik bij Ajax weggegaan, dus eind augustus, begin september. Ja. Ben ik weggegaan en ik heb daar twee seizoenen kunnen voetballen met eigenlijk met heel veel goede spelers. Ja. Met Enzo Francisco Lee van Uruguay, Maxime Boussis van het Franse nationaal team, Philippe Mohu, Frans nationaal team. En die waren best wel goed hoor, het Franse nationaal elftal. Luis Fernandez, die speelde in het nationaal team. Van Frankrijk samen met Ticana, Platini en Gires op het middenveld. Ja. Dus dat is wel een... Wel een teambeest om. Ja, en Pascal Ometa was de goalkeeper. En die kwam uit Corsica. Ja, die is eigenlijk knettergek. Ja. Corsicanen zijn knettergek. Ja. En dan hadden we er nog twee, hè? Ja, keeper nog twee. Één, nee, we hadden keeper 1, Corsica, en keeper 2, Corsica. Oh. Dubbel, dus tweeling. Die waren knettergek en die zaten ook nog naast elkaar in de kleedkamer. Nou, dat hoekje daar, daar moest je gewoon niet komen. Zeker als ze boos waren, moet je zeker niet komen. Nee. Nou ja, en toen kwam het tweede seizoen, kwam Placido van Portugal. Ik weet niet eens, Sporting de Portugal, dus, Sporting is het, Lissabon. Ja. En Ginola kwam er ook nog even bij. David Ginola. Jongen, jongen. En daar heb ik nog een partijtje mee gevochten op het trainingsveld. Oh, dat... dat staat al mooi in het boek. Ja, dat moet je even kopen. Fantastisch. Daar waren dingen gaande wat het team zich ook aan irriteerde, aan hem. Ja. Nou ja, dan ben jij dus de man die dat op dat moment... niet dat ik het per se wilde oplossen, maar in ieder geval een waarschuwing. Maar je was er klaar mee? Nou ja, ik vind hem wel. Ik vind het helemaal niet erg, want hij had zoveel kwaliteit. Ja. Hij kon zo de bal, en kwam hij ophalen van achter, ging hij 5-6 man voorbij. Ja. Als je die bal verliest, dan stond hij zo als verkeersagent. Ja, ja. Niet jagen of geen pressing zetten. Nee, hij bleef, wat doen jullie nou? En, nou ja, daar heb ik wat van gezegd in het Engels tegen hem. Hij kon heel goed Engels, dus hij verstond me wel. En dat heb ik een aantal malen gezegd. En op een gegeven moment, je kent het spreekwoord. Ja. Wie niet luistert, die moet daar wel voelen. Ja, toen ging hij over de boarding heen. Nou, dat weer niet. Het was een partijspel. Hij begint nu altijd aan gelul lachen. Het was een partijspel. En uiteindelijk ging hij weer pingen en stond weer alsof ik een verkeersagent. Ja. En op een gegeven moment maak ik een sliding op de bal, op hem. Mm-hmm. Maar niet moedwillig om op zijn enkels, wat dan ook. Nee, nee, nee. Maar, dus ik pak die bal af. En nou, je weet hoe spelers dan zeiden. En toen stond hij op, toen ging hij achter me aan. Toen pakte hij mij dus wel. Ja. Op de verkeerde plek. Ja. Dus ik duik meteen terug. Ja. En ik had zo zijn nek vast. Ja. Van hier. Maar, ja, hij werd dus aan zijn benen getrokken. Ik werd aan mijn benen, maar ik hield hem vast. Dus hij werd alleen maar meer pijn. Het was een soort stoeien. Ja, het was eigenlijk worstelen. Ja, het was eigenlijk lachwekkend. En uiteindelijk werden we Arthur George was overigens al weg. Ja. Werden we naar binnen gestuurd. Ja. En toen stonden we nog een beetje te bekvechten op het veld. En toen liepen we naar binnen. Ik moest lachen. Ja. Ik moest eigenlijk om lachen. En toen kwam er een speler naar me toe, na de training. Ja, hij ligt op de massagebank boven. Ze zijn zijn nek aan het masseren. Toen moest ik ook eigenlijk al lachen. En uiteindelijk ben ik naar boven gegaan. Toen heb ik mijn excuus aangeboden. Ja. Dat had ik niet moeten doen. En uiteindelijk, die middag eigenlijk, was het alweer klaar. Ja, maar dat is ook hè, voetbal. Je kan elkaar een klap voor de bek geven, maar daarna moet je weer zij aan zij staan. De boodschap was wel overgekomen. Ja, ja. Dat was voor mij de bedoeling. En want die periode heb je in Parijs gezeten. Ja. Mooie stad natuurlijk ook. Mooie stad. Ja. En toen ben je eigenlijk weer teruggekeerd bij Ajax. Ja, dat was de voorloop. Eigenlijk ook voor dit incident. Ja. Ik wist al dat ik terugging naar Ajax. Het was, Want hoe gaat het dan? Bellen ze je weer op? Sonny, we hebben je toch nodig? Ja, nee. Zo ging het niet, maar Arie van Heijden was toen op dat moment een bestuurslid en die vroeg of ik nog rancune had tegen Ajax. Rancune, hoezo rancune? Ja. Ik zei, helemaal geen rancune tegen Ajax. Nee. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, we willen je toch graag weer terughalen, omdat er toch, je ligt goed bij het publiek, ligt goed in de groep. Ik zeg, kom maar met een aanbieding. Ja. Nou, die aanbieding die beviel me zo goed. Ze hadden me eerst 6 jaar gegeven. Ja. En toen vroeg ik aan Ajax, kan het ook 7 jaar? Ja. Want ik heb het wel gezien in het buitenland. Ja, ja. Nou, heb ik 7 jaar getekend. En toen was er nog die periode dat je na je 32e was je automatisch transfervrij. Maar toen was Bosman er nog. Mm-hmm.
En toen kwam ook het Bosman-arrest ertussen. En uiteindelijk was ik met 32 transfervrij. En toen ben ik nog naar Arminia Bielefeld gegaan. Maar ja, 7 jaar tekenen en uitdienen. Dan, en ook met de nodige... Successen. Successen en teleurstellingen. Ja, tuurlijk. Maar die hangen echt aan elkaar. Dat is eigenlijk zo'n stukje. Ja, weet je? En de successen die je hebt gehad en die je hebt mee kunnen maken, ja, daar was ik bij. En zeker die periode dat Ajax vanaf 87 tot en met 96 alles wint. Ja. Vanaf Europa Cup 2 tot de Champions League met de Wereldbeker, Europese Supercup. Ja. Ja, daar ben ik wel bij geweest. Ja. Heb je wel mee mogen maken? Ja, want dat wat ik zelf denk, en dat heb ik ook na 10 jaar gezegd, ja, dat het heel moeilijk gaat worden om een Champions League te gaan winnen de komende periode. Ja, want met Ajax, hè, ja, nu op dit moment, gaat het ook niet echt top. Nou ja, dat is ook iets wat... wij hebben natuurlijk goede periode gehad in de 80 en 90 jaren. Ja. De groep, de generatie die voor in de 70 jaar. Ja. En daarvoor was het ook niet altijd even dimmen. Er is altijd een periode in... Waar het wat minder gaat, hè? Ja. Ja, logisch en dan, ook. En dan moet je dan weer gaan bouwen naar het seizoen daarop. Om in ieder geval te zorgen dat je het seizoen daarop weer klaar bent. Nou, we hebben natuurlijk een probleem met de trainer gehad. Ja. We zijn te vroeg uitgeschakeld en niet goed uitgeschakeld door in de Champions League afgelopen seizoen. Ja, dat kan gebeuren. Het heeft ook te maken met waar wij mee bezig zijn. Onze visie en missie. En ook met het spelers. Ja, wij maken spelers beter voor andere clubs. Ja, ja. En dat is inherent het voetbal. Het is een beetje opleiding, hè? Ja, wij zijn een opleidingsclub voor heel veel andere clubs. Ja, ja. En ook land uiteindelijk. Er zijn er heel veel Nederlanders die weggaan naar een ander land. Omdat de financiën veel beter zijn. Ja, logisch ook. Dan in Nederland. Ja. En nou moeten we niet zeggen dat het bij Ajax niet goed is. Daar is het gewoon heel goed. Ja, het laag plafond is natuurlijk mooi daar. Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat de omzet wordt gemaakt. Tuurlijk. Ook spelers worden natuurlijk voor veel verkocht. Ja. Dus dan is de salaris... Te behouden en om in ieder geval successen te kunnen krijgen. Ja, dan moet je ook goede spelers hebben. Ja, ja en die kosten een beetje. Ja, ja. Want doe je zelf nu veel nog voor Ajax? Ik werk nog steeds bij Ajax. Ik heb, ik ben 2 periodes heb ik ook gehad als coach bij Ajax. Ik heb vanaf 2003 tot 2008 ben ik coach geweest van de onder 18 volgens mij. Ja, ook 11 en 12 eerst. Ja. Want je moet je eerst een beetje gaan bewijzen. Ja. Of bewijzen. Kijken of je het wel kan. Of je het leuk vindt ook misschien. Het is ook dat. Kijk, niet iedere voetballer is een goede coach. Heb ik wel eens gehoord. En, maar je bent wel door de grote coaches opgeleid. Ja. Je hebt Michels meegemaakt. Ja. Je hebt Cruijff meegemaakt en Van Gaal meegemaakt. En je pikt van elke coach iets pik mee. Pik je wel. En dat ga je natuurlijk zelf implementeren. Ja, en ik heb de eerste periode de 11 en 12 jaar gehad. 2003 tot en met 2005. En 2005 tot 2008 de A1. D2 heette dat toen nog. Ja. Na de onder 18 of 19. Dus dat was de A1. Dus ik had daar in de D'tjes had ik Klaassen, Veldman, Denswil, Prommers had ik ook nog. Wie had ik nog meer? Dico Koppers, ja, die is wat minder, maar die heeft wel het eerste gehaald. Ja, ja, ja. Dat zijn allemaal spelers die wel allemaal het eerste hebben gehaald. Dat was een goede lichting. En na de A1 had ik het eerste seizoen Vertongen, Ferner Anita, Jeffrey Sapon. Allemaal het eerste natuurlijk gehaald. Allemaal het eerste gehaald. Ja, ja. En niet dat het door mij komt, maar in ieder geval, we hebben met z'n allen al maar dan werk je met z'n allen. Ja. Dan werk je, je hebt een visie, straalt dat uit. Ja. En als die jongens dan doorbreken, dat is voor jullie natuurlijk voor ook schouder. Is dat goed. Ja, schouderklopje. Ook de scouting, naar de coaches, de mensen die dus de kinderen in huis halen. Ja, voor gastouders. Ja, gastouders. Ja. Iedereen die daar aan meewerkt. Steentje bijdraagt. Ja, dat is mooi. En dat is iets waar Ajax goed in is, zeker in de opleiding. Ja. En ik doe zelf nog, werk ik bij de Ajax Coaching Academy. Dat is een afdeling die dus internationaal doet. Ja. We hebben China gehad. Er zijn nog steeds mensen in de Emiraten bezig. Ik ben daar nu net van terug. En we gaan nu beginnen, we zijn bezig al in Mexico en misschien Brazilië. Ja. En ik heb afgelopen week heb ik een gesprek gehad met Saudi-Arabië om in ieder geval te kijken wat die van ons vinden.
Maar daarvoor waren ze bij Barcelona geweest en bij Real Madrid geweest. Zijn dat een beetje opleidingstrajecten? Het is een opleidingstraject voor coaches. Ja. Wij hebben dus in China zijn er dus mensen op locatie geweest. Ja. Ja, die zaten niet in de beste periode met de COVID, in de lockdown. Nou, dat is niet normaal. Ik ben er ook 5 weken geweest. Dat is een ramp. Ik was net voor de corona. Toen net de corona uitbrak, was ik er net voor. En toen kon ik nog gelukkig naar huis. Ja. Dan had ik daar vastgezeten. En ik ben in dat jaar ook, in 2020, ben ik naar de Emiraten geweest. 2 jaar. Ja. Om daar dus de visie, missie en ook de coaches zo op te leiden. Ja. Hoe wij dat doen met de trainingswijze en de speelwijze. Ja. Ja. Dus daar ben je dan erop. En nu willen ze dus meer consultancy gaan doen. Ja. Vanuit Amsterdam eens een keertje een aantal mensen daar naartoe sturen. 2 weken daar de dingen doen wat noodzakelijk is. En dan over een maand, 2 maanden weer terugkomen te kijken of ze daar mee bezig zijn geweest. Ja, nog een druk baasje. Ik vind, je vindt het leuk? Ik vind het leuk. Ja. Ik vind werken altijd leuk. Maar iets waar je plezier in hebt, is altijd leuk om te doen. Want dit is hetzelfde. Ja, dit is het voetballen, daar ben je begonnen. Dat heb ik al eerder gezegd. Omdat je het leuk vond. Ja, ja. En als jij nog iets kan uitdragen naar andere landen. Want Nederland is gewoon heel ver in alles. Ja. In structuur, ontwikkeling, organisatie, ontwikkeling. Ja. Daar kunnen heel veel landen nog van leren. Welvaart en dat soort dingen zijn allemaal. En hoe ga je dus, we hebben het meegemaakt in de tijd dat we dus totaal geen centen hadden. Nee. En we hebben het nu meegemaakt omdat we veel centen hebben. En daar moet je een balans in gaan vinden met de clubs en landen waar je naartoe gaat. Ja. En daar de dingen neerzetten wat wel mogelijk is. Ja. Nou ja, ik denk als je naar de Emiraten gaat, nou, dan hangt bijvoorbeeld de dollars aan de bomen. Nou ja, dat is niet zo. Iedereen heeft zijn budget. En niet iedereen geeft het budget uit aan de academie. Nee. Vaak in het eerste elftal. Ja. Dan gaan alle centjes gaan daarin. Ja, ja. Dus in Mexico, daar zijn ze dus wel mee bezig. En Mexico is wel weer beter voor Ajax, omdat we ook Mexicanen hebben. Ja, en Brazilianen, als we naar Brazilië gaan, hebben we ook Brazilianen in ons hoofd. Ja. Kijk, ik zie niet snel dat er een Arabier naar Ajax gaat. Of een Chinees naar Ajax gaat. Maar dat is alleen maar voor de merchandising en commercie. Is dat belangrijk? Maar dat is toch goed? Ja. Het is goed dat je ook in Mexico dan zoiets uitdraagt. Omdat je Mexicaan in het team, je zegt het al, merchandising. Dat is natuurlijk, alles staat en valt bij het geld ook in het voetbal. Ja, daar gaat het ook om. Ja. Hoe meer geld je hebt, des te meer je kan besteden. Maar dan moet je het ook wel goed besteden. Ja, goed besteden is altijd. En uiteindelijk is de visie van ons ook dat je eerst moet kijken in je eigen opleiding. Om te kijken of in het buitenland een betere speler is. Ja. Dat is zo altijd geweest. En daarom zijn wij zo succesvol geweest in de 80e en 90e jaren. Ja, ja. Want wij konden geen Ronaldo kopen. Nee. Want wij hadden Kluivert. Ja, dat zegt Van Gaal altijd. En dat was ook zo. Ja, en die was goed. Je kon op Ronaldo. En Ronaldo was ook goed. Maar hij ging naar PSV. Omdat PSV wel de middelen had. Ja. En wij hadden dat op dit moment niet. Nee. Verschuift, hè? Raar is dat in het voetbal dat het verschuift. Maar dat heeft ook weer alles te maken met het succes wat je behaalt. De successen die wij hebben gehaald in de 90e jaren, dat is als je zoveel prijzen kan winnen in die 9 jaar, in zoveel prijzen kan winnen, dan is het wel, dat kan je niet meer evenaren. Nee. Want we zijn wel dichtbij geweest in 2017 met de UEFA Cup finale. We zijn dichtbij geweest bij de Champions League finale. Ja. Ja, net niet. Nee, allemaal ruiken. Het is allemaal net niet. En wij hebben wel het geluk gehad dat het balletje die kant op viel. Dat voor ons succes opleverde. Ja, ja. En we hebben ook wel eens een teleurstellend seizoen gehad. Wij hebben ook net niet kampioen geworden. Ik ben maar 7 keer kampioen geworden. Ja. Hadden er 9 moeten zijn. Ja. Ja, zo denken we wel, hè, in Amsterdam. Dat is dus... kijk, wij werken ook vanuit de kernwaardes. We hebben er 6. En dat is eigenlijk... gekomen in de periode van de 70e jaren, 80e jaren en 90e jaren. Ja, we willen altijd de beste zijn. Ja. We tonen leiderschap. Ja. We geven talent een kans. We denken altijd aanvallend. Ja. We versterken elkaar. Ja. En we zijn Amsterdams direct. Ja. Dat zijn dus de kernwaardes van Ajax. En die kernwaardes volgt iedereen op de club. Ja. Ja. En als jij niet daarin loopt, en dat zeg ik dan ook altijd, als jij niet de afspraken nakomt, word je nooit wereldkampioen. Nee. Dan, omdat ik weet hoe wij wereldkampioen zijn geworden. Ja, ja.
door alleen maar afspraken na te komen en gecorrigeerd te worden door mensen die op dat moment de leiding hadden. Ja, ja. Zo werkt dat. Zo werkt het in het voetbal. En het is niet zelfde neus, hè? Het is nu ook. Ja, ja. Waar willen we naartoe met z'n allen? We willen de Champions League winnen. Ja. We willen kampioenen van Nederland en we willen de beker winnen. We willen eigenlijk alles winnen wat er maar te winnen kan. Ja, ja, ja. Dat hebben wij kunnen doen. Ja, ja. Wij hebben het bewezen. Ja, vroeger. Vroeger, vroeger was het nog zo. Ja. Dus ja, wij hopen natuurlijk dat die periode weer terugkomt. Want het is natuurlijk wel weer leuk dat je straks weer na zoveel jaar met de Champions League in je handen staat. Of met een andere beker in je handen staat. Kijk, kampioenschappen, daar moet Ajax gewoon aan meedoen. En eigenlijk moet Ajax, zeker met de kwaliteit die ze nu hebben, moeten ze kampioen worden. Ja, ja. Hoe kijk je naar Rotterdam nu, wat daar gebeurt? Ik ben een geboren Rotterdammer. Ja. Dus, want daar, dat viel me gelijk op. Hè, geboren in Rotterdam. Ja, ik ben alleen geboren. Ja. Snel vertrokken. Nee, hoe kijk je nu? Ja. Hoe ik daar ben gekomen? Want ik ben niet zomaar uit de lucht gevallen. Nee. Mijn vader en moeder, mijn moeder is Amsterdamse. Ja. Mijn opa en oma hadden een slagerij in Zuid, in Amsterdam-Zuid. Ja. Ja. En mijn vader kwam van de Molukken. Ja. Met de boot. En dat moest omdat mijn opa, die zat bij de KNIL. Okay. Dus zij kwamen hier aan in Nederland en die werden allemaal gestopt in die concentratiekamp. Westerbork zat erin, daar zat mijn vader in Vught, er zaten heel veel van die kampen. En daar werden dus wij, of in ieder geval mijn ouders, ingezet. Of in ieder geval mijn vader werd daar naartoe gestuurd. Nou, mijn vader en moeder kwamen elkaar tegen. Mijn opa en oma werden gestationeerd in Krimpen aan de IJssel. Ja. Nou, Krimpen aan de IJssel ligt vlakbij Rotterdam. Nou, ja. 1963 was een hele koude winter. Nou, je weet het wel. Dan zoek je elkaar op. En ik werd geboren in augustus. Daar was hij, Sonny Siloy. En dan was ik daar. En die werd geboren in Rotterdam. Ja, dat staat wel in mijn paspoort. Ja. Maar ik heb daar... Want je bent daar daarna naar Zuiden, Breda. Ja, ik ben daar naar Breda verhuisd. Ja. Daar werd mijn broer geboren. En vanaf, dat is een rondje geweest van 18 maanden. Nou, dat is eigenlijk niks. En toen zijn we naar de Zaanstreek verhuisd. Ja, en daar wonen we nog steeds. Ja, ja, ja. Maar hoe kijk je nu naar Rotterdam? Rotterdam zeg maar. Feyenoord. Ik moet wel zeggen, Feyenoorders en Ajax-ieren gaan altijd goed met elkaar om. Ja. Met de nationale teams en toernooien in het buitenland. Wij trekken altijd naar elkaar toe. Ja. Weet je wat heel gek is? Want ik had Ben Wijnstekers heb ik ook geïnterviewd in de Kuip toen. En die zei ook, Feyenoord is een Ajax-ieren, gewoon binnen in een team, nooit problemen. Maar wat vind je er dan omheen? Al die haat en nijd. Ja, ik snap dat niet. Nee. Vroeger, in de 50 en in 60 jaar zaten ze gewoon naast elkaar. Dat kan nu niet meer. Nee. Dus dat snap ik gewoon niet. Zijn mensen dan zo veranderd? Ja. Maar ik ben zelf voor Feyenoord. Ja. Jij bent voor Ajax natuurlijk. Ja, je zit toch samen met elkaar te praten. Mijn beste maat, die is voor Ajax. Ja. Ik ben voor Feyenoord. Ja. Maar het dollen met elkaar voor zo'n wedstrijd, dat is oké. Maar je moet niet knettergek gaan worden om dingen te doen wat niet noodzakelijk is. Nee. Ik heb nooit problemen gehad met de spelers. Ik pas wel op, ik was ook rapporteur van de Telegraaf. Ja. En ik moest vaak de wedstrijden doen. Ze wilden iemand onafhankelijk hebben. Dus geen Feyenoord daar zitten, want die kijkt met een ander oog. Dus ik heb de laatste wedstrijden, toen ze kampioen werden de laatste keer, heb ik dus gerapporteerd. Nou, die speelden gewoon goed. Ja. Dus als je goed speelt, dan krijg je een hoog cijfer. Ja. Maar om daar naartoe te komen... Ja. Was ik best wel angstig. Ja. Want je werd dus... Dat moet toch niet kunnen? Dus. Nee, maar ik moest dus door de lijn heen waar ook de harde kern doorheen ging. Dat is dan een beetje aan de zijkant, achterkant. Zwervak. En toen liep ik daar en toen werd ik herkend. Ja. En toen stond er eentje achter me. Hey, Silootje. Op Rotterdamse. Ja. Zit jij niet in het verkeerde stadion? Want AZ-Ajax werd, of Ajax-AZ werd toen gespeeld die avond. Daar had ik natuurlijk ook rapporteur kunnen worden. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Nee. Want dan heb je weer een Ajax-oog. Ja. Ik zeg, ik ben hier voor mijn werk. Dus ik ga hier rustig het stadion in. En toen liep ik meteen naar links. En toen ben ik naar de pestribune gegaan. En daar heb ik gezeten. En uiteindelijk, weet je, die mensen laten met rust. En die gaan ook nog met me op de foto. Ja. En,
En dat is, maar zo hoort het toch eigenlijk ook? Eigenlijk kijk, dat hoort het zo. Dat... Ik heb wel gevraagd daar aan de mensen daar. Luister jongens, ik heb nu in ieder geval een goede supporter heb ik meegemaakt. Ja. Maar er zal er ook eentje zijn straks die straks helemaal niet de goede is. Die me straks een klap in je nek geeft. Een klap in mijn nek geeft. Ja. Dus hebben me, niet alleen ik, maar alle rapporteurs hebben ze dus voor het maatschappij. Als je dus staat voor het maatschappij, hebben ze dus daar een ingang voor, voor de pers. Ja. En daar mogen wij nu in. Ja. Maar het moet niet zo... Ik heb nooit problemen gehad. Ik ben ook wel eens gaan winkelen in Rotterdam. Overdag, vaak werken dan andere mensen. En vooral die mensen... Dus ja, dan heb je niet zoveel last van. Maar het gallen naar elkaar toe, dat mag wel. Dat is niet erg. Dat is niet erg. Maar niet vijandelijk. Zo vijandelijk dat er gewoon geen publiek meer bij mag zijn. Ik denk dat het ook gekomen is in die periode dat die veldslag in Beverwijk heel veel te maken had. Ik zat toen in Duitsland. Ja. Ik zat in Bielefeld. Ja. En toen ik het las, dat kon niet. Het was gewoon mensonterend als je dat leest. Supporters met elkaar op de vuist. Ja. En dat hoort niet bij twee van die grote clubs. Nee. Maar uiteindelijk heeft Feyenoord de eerste Europa Cup gewonnen. Ja, ja. En ook zijn ze als eerste wereldkampioen geworden. Ja, ja. Dus ja. Je moet wel respect hebben voor elkaar, vind ik. Ja. En het is mooi dat je dat we dat alle twee beamen eigenlijk. Nou ja, dat zo hoort het ook. Ja. En je weet hoe dat gaat. Kijk, wij zijn ietsje meer kampioen geworden dan Feyenoord. Ja, dat kan. Ja. Kijk, Feyenoord heeft ook een moeilijke periode gehad. Heeft een fantastische periode gehad om jeugd in te zetten. Nou, we hebben ook een zakcentje kunnen verdienen nu. Kunnen verdienen, ja. En Ajax is daarbij is iets anders gaan werken. Ook met de jeugd. En ook met spelers verkopen en doorverkopen. Dus ja, ik heb daar niet zoveel probleem mee. Nee. PSV ook niet. Ik kom bij elke club kom ik binnen. Ja. En zo moet het eigenlijk... horen, vinden we. Feyenoord kom ik ook. Ik kwam altijd op Varkenoord. Ik altijd. En daar heb ik nooit problemen gehad. En om daar wedstrijdjes te kijken. Want ik vind het leuk om wedstrijdjes te kijken. Ja. Hebben jullie het wel eens als oude garde daarover? Dus de mensen die dan wel ook Feyenoord-Ajax hebben gespeeld. En hebben jullie het daar wel eens over van hoe dat nu veranderd is? Ja, maar de Feyenoorders... want ik zit ook in het bestuur van de ex-internationals. Ja. Ik zit ook in het bestuur van Lucky Ajax. En je komt ook dan mensen tegen van die generatie. Ja. Ook van de 50 en 60 jaren. Ja, ze keuren dit natuurlijk niet goed wat de supporters doen. Nee. Want dan hebben we het over vroeger. Vroeger was dat niet zo. Nee. En ik weet ook wel dat er een je mag best je club aanmoedigen, maar jongens, blijf van elkaar af. Ja. Dat is het enige wat je moet doen. Elkaar, je mag wel eens een vinger opsteken. Dit, maar je hebt wel andere vingers. Daar raak je elkaar niet aan. Nee. Maar weet je, het is de support. Het is ook een beetje, de uitslag. Ja, ik heb natuurlijk die wedstrijd meegemaakt, 8-2. Dan stond ik op het veld. Ja, dan zie je op een gegeven moment al die fijne supporters naar rechts gaan. Om dus de mensen van de... tribune was te vallen tijdens de wedstrijd. Dat zie je gewoon. Je bent bezig met een wedstrijd, maar je ziet wel een wat er gebeurt beweging omheen. Op de tribune. Ja, ja. Ja, dat is niet goed. Nee. Dat is niet goed. En we willen ook geen dokter Phil zijn, dat we het allemaal niet uit de wereld hebben. Maar tuurlijk. Het zijn wel altijd punten. Ik vond het wel altijd fantastisch om in dat stadion te spelen. Ja, hij was echt sfeer. Normaal. De sfeer. En ik was bij die kampioenswedstrijd. Ja. Tegen Heracles? Ja. Was dat? Dirk en dat ze binnen, Dirk Kuyt schiet er met in. Fantastisch, ontplofte. Ja, afgelopen zaterdag was het ook. Wat gebeurt hier zeg, ongelooflijk. Ja. Nou, ik heb ze sowieso allemaal een goed cijfer gegeven. Want, en Arie van der Heijden speelde toen ook in dat team. Ja. Was ook een belangrijke speler. En die had ik bij Ajax gehad. Ja. Ja. Dus een van de weinige Ajax-spelers die kampioen is geworden met Feyenoord. Ja. Vanaf de laatste, denk ik, 10 jaar denk ik. Ja, klopt. Ja. Goeie gozer ook, Jan-Arie. Ja, maar weet je, zo moet het eigenlijk wel zijn, hè? Gewoon een normale, gezonde... Ik zeg niet dat ik... Ik heb nooit last gehad hoor, met supporters. Nee. Ik kan overal gewoon naar binnen. Alleen, je bent toch wel op je hoede. Ja, maar dat is logisch. En ik moest eigenlijk ook wel om lachen. Want eigenlijk zijn we wel lachend naar binnen gegaan. En ik ben er iets sneller doorgegaan. je hebt het even op een lopen gezet. Ja. Logisch ook, logisch. Ja. Hey, Bielefeld. Want daar hebben we natuurlijk ook een periode. En je bent afgesloten. Dat was wel leuk, want dat las ik ook. Je eerste doelpunt, die maakte je tegen je Graafschap. Ja. En daar sloot je je carrière als aanvoerder ook af. Ja, dat waren wel... Het Bielefeld was gewoon leuk. Ik wilde gewoon... 37 wedstrijden? Een beetje kijken. 37 in 2 seizoenen. Ja.
Ja, dat is dan alleen de competitie waarschijnlijk. Ja, ja, de beker had daar, ja, de beker kwam er nog bij en andere toestanden. Even kijken. De trainer wilde me heel graag hebben en die leek ook een beetje op Louis van Gaal. Ja. Dat heb ik hem ook verteld in de pers. Alleen Louis is daartegen wat... je hebt meer kennis, laten we daarop houden. Netjes omschreven. Meer zonder... kennis en gaat ook nog wel om als mens met elke speler. Ja. Nou, wat ik dus geleerd heb daar, dat je dus in die periode geen commentaar mag hebben op een Duitse coach. Nee. En dat deed ik dus wel. Ja, dat had je even van tevoren moeten vertellen. Dus Rob Maas, die zat er ook. Dus ook een fijn, ja, fantastische, ja, jongen is dat. Ik heb de harde verdediger, toch? Was, ja, dat? Was meer een middenvelder. Die schopte je lachend dood. Ja. En dan lacht hij die. En stopte hij zo over, ja, je heen. Ik heb ook wel eens wedstrijden met hem gehad. Dat we gewoon stonden te lachen met z'n tweeën. Dat we er weer eentje te pakken hadden. Ja. Dus, ik was daar net een paar weken. Ik was net helemaal gezetteld. En ik had iets gezegd tegen de trainer over... We speelden een positiespel en dan moest je elke keer de vrije man zoeken en bla bla bla. En, maar ja, als de vrije man wordt gevonden, moet er wel aangesloten worden. Ja. En dat vertelde hij dus niet. Dus nee. Ik dacht, hey, dat kan toch niet? Nee. Hij staat daar op een eiland en er wordt niet aangesloten. Wat moet hij dan met die bal doen als hij maar één keer mag raken? En ik zag al jongens kijken en die stonden zo. En ik dacht, oh, dat gaat niet daar goed. Gaan we. Nou, uiteindelijk heeft hij mij daar een beetje op genegeerd en... toen kwam het gegeven moment ook te sprake dat de drie jongens moesten weg. Ja. Daar zat ik ook bij. Ja. En dat in was, de top drie zat je? Ik zat was er één? Nee, er waren er twee. Nou, Peter Quallo. Nee, dat was nog een bankzitter. Die jongen die deed helemaal niemand kwaad. Armin Ek. Dat was een speler die vroeger bij Bayern München had gespeeld. Dus die wist ook op een gegeven moment niet wat hij aan de hand had. Nou, ik zat ook en ik was als laatste in het kantoor. Zij hadden al te horen gekregen dat ze weg moesten. Ja. Ik zeg, nou, toen zei ik al, dat beloof niet te veel goeds. Nee. Dus ik had mijn zaakwaarnemer gebeld, dat moet ik doen. Rustig blijven en gewoon een antwoord geven. En als ze je weg willen hebben, dan zeg je dat je naar Ajax wil, ja, Feyenoord wil of naar PSV wil. Ja. En dan ook nog je geld mee. Ja. Nou, dat heb je gedaan. Krijg ik een heel verhaal, ja, over, we zijn niet zo tevreden, bla bla bla. En ik zeg, ik kom hier om de club te helpen. Ja. En als je niet tevreden bent, dan moet je in ieder geval zeggen, oké, waar ben je niet tevreden mee? Ja. En als we, wel feedback dan. Ja, ook. En dan wel feedback geven. Ja, je praat tegen de trainer. Ik zeg, luister. Logisch. Ik weet niet beter. Nee. Wij hadden altijd discussies met Van Gaal. Er valt iets op. En dan mag je er toch wat van zeggen. Ja. Er zijn weer mensen voor. Je wilt team beter maken. Weet hij het dan alleen beter? Of we kunnen beter met elkaar samenwerken. Om teamproces. Om het elftal beter te laten voetballen. Ja, en daar hoort ook discussies bij. Ja. Dat vonden ze dus niet. Maar oké. En we gingen dus op trainingskamp. We hadden verloren, dus we moesten de hele week in trainingskamp. Oh, en, god. Ja, dat was in Duitsland. Dat was in Duitsland. Duitsers hebben dat heel erg. En dat is wel, praten we wel over in de 90 jaar. Ja, ja, ja. Dat is wel weer veranderd. Was het veel lopen in die tijd? Het geluk dat wij ook nog hadden. 200 meter lag een heel groot bos naast ons trainerscomplex. Ja. Nou, de eerste week heb ik al helemaal het bos gezien. Ja, dat was gewoon niet leuk. Zo rondjes. Elke keer dezelfde boom weer. Dus ik ga even het verhaal afmaken. Ja, ja. Dus ik zeg tegen die coach, ik heb het verhaal verteld over Feyenoord, PSV en Ajax terug. En mijn geld mee. Ja. Dan ga ik. Ja. En als het niet zo is, trainer. Dus ik zag dat helemaal achterin. Ik zeg, hoe laat gaan we weg? Want dan gaan we op trainingskamp. Ja. En dan hij zegt tegen mij, 4 uur gaan we vertrekken. En ik zie je vanmiddag om 4 uur. Ik zeg, oké. Dan ben ik erbij. Tjus. En uiteindelijk, met die trainer, heb ik nog steeds contact. Ja? Ja. Het is bijzonder is dat daar altijd, hè? Ik heb nog steeds contact met hem. En hij heeft ook erkend en aangegeven dat wij alle twee... Hij was een jonge coach. Ja. Dat verschilt wel niet zoveel, want hij is... ik word 60 en hij is, denk ik, 62 of 63. Ja. Dus hij was in die periode, ik was een beginnend coach, ik moest alles uitzoeken. Ik zei, dat begrijp ik. Ja. Dat begrijp ik volkomen. Maar waarom help je dan niet, waarom laat je je niet helpen door de ervaren spelers die daar zaten? Stefan Koens, die zat daar. Tommy van Heesen. Weet je, dat zijn allemaal grote sterren. Ja. Uri Stein. Ja. Ik had ook het enige meegemaakt. Er waren spelers die hadden meer steun nodig. Ja. En meer informatie nodig dan bijvoorbeeld de ervaren speler. Laat ons dat dan oplossen. Ja.
Luister. Luister naar ons. Ja. Ja, dat deed hij dus niet. Dat heeft hij 2 jaar niet gedaan. Ja, en dan merk je ook en dan voel je ook dat hij er ook wordt uitgekegeld. Maar ja, dat had ik al eerder gezegd. Ik zei, nou ja, die vliegt er binnenkort uit. Nou ja, ik ging naar huis toe. Ik wilde niet, niet gebruik maken voor mijn optie. Ja, dan had ik daar nog eens gezegd. Dan had ik weer hetzelfde jaar gehad. Ik zei, dat wil ik niet. Dan ben ik naar de Graafschap gegaan. Maar ja, 2 maanden in de voorbereiding. En hij verliest 2 keer. Ja, ja, eruit en dan is het klaar. Ja, kijk, en dat, daar heb ik wel weer kijk op. Ja. Dan wil ik me niet hand op mijn schouder zeggen. Daar heb ik wel kijk op. En je ziet het wel allemaal gebeuren dat dit verkeerd gaat aflopen. Ja, ja, ja. En omdat je niet duidelijk communiceert met elkaar. Dat heeft allemaal te maken met communicatie. Ja, 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 ja. Het is met alles zo. Als je niet duidelijk communiceert en je praat niet met elkaar, dan blijft er ruis. En je blijft er heel veel dingen hangen ja. En dan kom je er niet uit. Nee, nee, dat is verschrikkelijk is dat. Hey, de Graafschap. Graafschap? Ja. Want dan kom je een beetje in je nadagen. Ja. Was je in je nadagen? Nee, was niet toen? In mijn nadagen. Nee. Helemaal niet. Ik kreeg Frits Korbach het eerste jaar. Oh, dan heb je wel een hele... Nee, dat was fantastisch. Ja, een hele mooie trainer gehad. Dat was een hele mooie trainer. Unieke man. Unieke man, ja. Ook zijn trainingsmethodes en oefenstof, dat kon toen niet. En nu helemaal niet. Nee. En, maar hij kon dus zo mensen motiveren dat je gewoon 120% voor hem ging. Ja, door het vuur. Door het vuur. Ja. En nou, dat ging gewoon goed. We hadden ja, te veel gelijke spelen. Ja, daar win je natuurlijk niet zoveel mee. Nee. En we hadden maar 1 of 2 keer verloren. En ja. We hadden maar 2 of 3 keer gewonnen. Dat was in het begin van het seizoen. Ja, je speelt gewoon 5, 6 keer gelijk. Je speelt zelfs in de Arena gelijk. Ja. Tegen Ajax. Dus ja. Dan doe je het waarschijnlijk wel goed. Alleen je had wat meer wedstrijden moeten winnen. En nou, toen kwam op een gegeven moment, zeker bij Korbach, ja, die was bij hem, had hij ook een grens. Ja, ja. Op een gegeven moment stonden supporters. Is dat voor mij? Ik denk dat jouw telefoon is. Ja. Oké, dan doe ik hem even uit. Gaat het uit? Nee, hier zo aan de zijkant. Ja, oké. Maar het is allemaal live, hè? Is allemaal... Ja, oké. Okay. Ja, ik word ook gebeld. Ja, ja, logisch. Logisch. Nou, was ik eigenlijk? Ja, je was... met Korbach. Ja. Er stonden op een gegeven moment supporters in de tuin bij hem. En toen was het klaar. Ja. Het had hij al eerder keer meegemaakt. En toen was het klaar voor hem. Toen stopte hij niet mee. Ja. Maar ja, er zijn ook dingen gebeurd. Dat hij op een gegeven moment bij de eerste training viel hij zo op de grond. Ja. En toen, ik weet niet wat hij had. Maar het was volgens mij een epilepsieaanval. Dat was wel eng om te zien hoor. Maar dat kreeg je ook een keer tijdens de wedstrijd. Oh, tijdens de wedstrijd kreeg je dat. Het was Fortuna uit. Ja. Dat weet ik nog wel. Toen speelde Van Bommel nog daar. Power speelde. Maar zo'n fantastisch team hadden ze Fortuna. En ja. die Simons, die met zijn zoontje speelt nu bij PSV. Ja. Rigilio Simons speelde daar. Zijn vader. En die hadden een elftal staan. En toen werd er in de rust werd er gevraagd. Dus de scheidsrechter kwam naar ons toe. Of naar mij toe. Hij zegt, wil je doorvoetballen? Dus ik keek de groep aan. Zeg, wat gaan we doen? Gaan we doorvoetballen of... Stoppen. Of stoppen we? Ja. En toen hoorde ik, we gaan doorvoetballen. We gaan doorvoetballen, we gaan door. En ik denk dat, toen zei dat zou Ron Olie slagen. Ik zei, nou, ik denk dat Korbach dat zelf ook wel wilde. Ja. Dus wij speelden 0-0 daar. Dat is ook alweer goed. Dus wij gaan terug naar Doetinchem. Dus ik bleef daar, we moesten de volgende dag trainen. En toen stond ik, moest naar het bos. weer dat bos. En weet je wie daar stond? Korbach. Was er weer. En die gaf me een hand. Goed dat je die wedstrijd door hebt gegaan, want ik had het pokken eind niet terug willen rijden. Ja, dat zijn mooie anekdotes, toch? Ja, dit was fantastisch. Vergeet je nooit meer. Nee, die vergeet ik nooit meer. En ik vond het wel jammer dat hij stopte. Want het, ja, ik was eigenlijk voor hem gekomen. Ja. Hij stopte en hij is een aantal jaar geleden is hij overleden. Overleden, ja. Het is echt een markante man, een fantastische man. Altijd kwam hij een praatje maken, dus echt betrokken bij met de spelers. Hij schot je ook echt uit voor, ja, dat kan nu niet meer, grensoverschrijdend, dat mag niet meer. En wat toen allemaal werd gezegd tegen dat kan nu niet meer. Dat is nu aangifte. En dan moet je kijken met 2 jaar zitten. Zelf of zo kwijt spreken. Maar oké, daarna kregen we dus Hans van Dorneveld en Jurie Koolhof. Nou, dat is ook geen, die zijn ook allemaal overleden. Ja. Dus die hebben het afgemaakt. Het seizoen, een fantastisch seizoen gehad. Ja. We hebben ontzettend gelachen en heel veel humor gehad. En toen kregen we het tweede seizoen, dan kregen we Frans Thijssen. Ja, leuke man.
Valt een stilte. Wordt nu een... Frans Thijs was een helaasse. Kijk, was gewoon een, kan een goede trainer zijn, maar individueel. Ja. Hij kon ons... Hij kon bijna een klerengroep hadden wij. Ja. Hij kon ons gewoon niet aan. Maar er staat ook een Italiaan. En die hadden ze erbij gezet omdat wij een relatie hadden met Udinese. Ja. Nou, dat hebben ze ook wel gezien. Er kwamen op een gegeven moment 10 of 15 spelers van Udinese. Die ze eigenlijk, die waren overbodig. Die kwamen bij ons. Ja. Maar wij stonden met 45 man op het veld. Ja. En toen zei ik een keer tegen de trainer. Zei, zou je niet eens een keer die groepen een beetje scheiden? Een beetje gaan scheiden. Ja. Want ja, je komt niet aan trainen toe. Nee. Dus nou, dat werd ook niet naar geluisterd. Het werd een zootje. Het werd gewoon een zootje. En, dat bleek ook. Hij stopte ermee na een maand. Frans Thijs, we hebben afspraken gemaakt en die werden niet nagekomen. En toen kwam die Italiaan naar het over. Ja. Nou, die maakte er allemaal een potje van. En toen kwam Rob McDonald. Nou, Rob McDonald had nog wel een beetje structuur. En die was nog wel georganiseerd. Alleen zijn besprekingen waren zo lang. Was het weg? Zag hij je weg? Kijk, de eerste bespreking, dat begrijp ik ook wel, die was dan 3 kwartier. Zo. Ja. Ja. Sorry. Dat was bijna net zo lang als deze podcast, hoor. Ik was gewoon... Oh, moet die korter? Ja. Nee. Ik was al moe voordat ik moest voetballen. Niks ten nadele van Rob, hoor. Hij probeerde het ook. Hij was ook overtuigd met wat hij... Maar als je 3 wedstrijden in een week hebt... en je hebt 3 keer 45 minuten... Ja, oef. En dan is het vaak ook hetzelfde, want het is vaak herhaling. Ja. En denk je, ja, come on now, man. We weten het wel. We weten het wel. Ja, we willen voetballen. En met erop heb ik ook een fight gehad. Nou, dat kan. Ja, botsing. Een botsing gehad. Ja. En we zijn nog steeds, we praten nog steeds met elkaar. Ja. We bellen elkaar en we hebben elkaar ook nodig. Ja. Dus ja, weet je, wat er is gebeurd is geweest. Ja. En je moet verder. Ja. Mooi dat je dat op een gegeven moment gewoon zand erover en klaar. Ik heb me pas nog gebeld, Rob McDonald. Ja. Mooi is dat. Hij is zo niet, maar jullie praten een beetje in Engels. Ja. Ik zeg, hey, how you doing? Dat praat ik ook niet. ja, het is wel leuk, want we praten ook terug van vroeger en ook hoe het vroeger was en hoe het nu is. Ja, het is allemaal wat, wat moeilijker allemaal. Ja. En wij waren vroeger denk ik ook toegankelijker ook voor mensen. Ja. Dat is nu niet meer. Ze worden allemaal afgeschermd. Aan de ene kant is dat best wel logisch. Aan de andere kant, ja, je bent wel een idool en supporters betalen heel veel geld voor om een handtekening te laten zien of wat dan ook. Die dingen allemaal. Ja. En dat is ook een bewustzijn van mij, omdat het mij ook aangegeven is door elke coach die ik gehad heb. Je bestaat er ook voor de supporters. Zoals Cruijff, die wilde dat. Van Gaal wilde dat. Michels daartegen had dat. Ja, je bent een uithangbord. Van de club ook. Van de club. Ja. Dit is die badge die jij op je... En of het nou een Feyenoord badge is, of een Ajax badge, of een PSV badge is. Jij bent een voorbeeldfunctie. Ja. Ja. Ja, voor heel veel mensen. Dat vind ik het ook slecht, want ik zit met mijn zoontje... dwaal even af, hoor. Ja. Af en toe zitten we Feyenoord te kijken. Hij is ook gek, gewoon van het voetbalspelletje. Ja. Maar dan zie je zo'n opstootje. Ja. En dan zegt hij, moet ik dat ook aanstaande zaterdag, moet ik dat ook doen? Ja, maar dat is het. Ze zien het en ze nemen het over. Ik heb dat weer overgenomen van de 70 jaren. Ja. Wat Piet Kruijver, ken je Piet Kruijver van Feyenoord? Ja. Die is op een gegeven moment een speler van Real Madrid 3 kilometer achterna gelopen in de kaart. Ja. Piet Kruijver ken ik dan weer, omdat dat is een oud speler, die is ook al overleden. Die woonde in Zaandam, dus de naam kennen we. Piet Kruijver was een god. Ja, in Zaandam. Die had natuurlijk de Europa Cup finale. Dat was een van de mensen die, waar je tegen opkeek. Nou, maar het is niet goed dat die kinderen. Nee, die kinderen. De jeugd, dat zien. Ja, maar als Ronaldo dit doet, dan doen die kinderen het ook. Ik zie het alleen maar op het veld. Alleen maar ook de schoenen die veranderen. Ja. Wij speelden met zwart-witte schoenen. Ja, je ziet nu roze, oranje, geel. Ja, als daar iemand mee oploopt en mooie schoenen. Nou, ik zeg tegen mijn zoon, de laatste, door die schoenen ga je niet beter voetballen. Nee, zeker niet. Nee. Dus dat is hier ook wel achter gekomen, een beetje laat. Hey, je boek, Sonny. Je boek. Mijn boek. Ja, gaan we een beetje mee afsluiten. Hoe is dat gekomen, je boek? Mijn boek is eigenlijk gekomen door de columns die in Ajax Live staan. Ik schrijf elke maand een column. Nou, dat is nogal vanaf 2018. Doe je al een poosje dus? Dat doe ik al een poosje. En dat zijn allemaal dingen die op dat moment... spelen binnen de club. Nou, niet eens gevraagd worden wat er in die periode werd gedaan. Als op trainingskamp gaan, dan vertel ik hoe het bij ons was. Ja. Nu heb je dus Ajax Feyenoord binnenkort. Een soort reflecteren. Ja, ik sta nu ook in de ABA. De ABA is een
een afdeling voor de business relations. Ja, ja. Daar kom ik ook in een boek te staan over Ajax Feyenoord. Ik heb er 22 gespeeld, ja, waarvan maar 7 verloren. Ja. Dus dat is best wel uniek. En daar ga je over praten, hoe die dit zijn al waren. En hoe we dat bespraken, zeker de 8-2 bij het Nederlands elftal. Ja. En dat Cruijff dan na de wedstrijd in de pers zegt, ja, dit is een eenmalige wedstrijd. Wij worden toch wel kampioen. Ja, uiteindelijk ben je zo'n kampioen. Ja, ja. Want daardoor, dat zeg ik nog steeds, jij wordt niet kampioen om te winnen van Feyenoord of PSV of van AZ. Je wordt alleen maar kampioen van RKC te winnen. Met ja, de kleintjes. Dat zijn die clubs. Feyenoord en PSV, dat zijn klassiekers. Dat zijn prestige duels. Ja, ja. Of Feyenoord-Ajax. Ja. Die zijn prestige duels. En die bepalen gewoon hoe sterk op dat moment de club is, hoe ze ervoor staan, hoe de opleiding ervoor staat. Dat is zijn wedstrijden. Ja, en opleiding met heel veel buitenlanders in een team. Ja. Wij wonnen de eerste Europa Cup in 87 met alleen Nederlanders. Ja. En dat kun je niet meer voorstellen. Nee, in de Europa League wonnen wij met 1 buitenlander. En dat was Stefan Pettersson. Ja. Champions League met 3, met Van Nigi en Canu en Lidmanen. Ja, daarna is het alleen maar bergafwaarts. Ja. Dat is helemaal niet zo. Alleen maar met buitenlanders. Ja. We hebben gewoon periodes gehad dat we te veel spelers vanuit buitenland hadden. Ja. En dan weet je ook dat er dus spelers in de opleiding misschien wel beter waren. Ja. Ja. Maar dat weet je dus niet, want die gingen natuurlijk ook weg. Ik tik elke keer die microfoon. Nee, dat geeft niet aan. Dat geeft niet aan. Als je agressief wordt, dan moeten we hem afbreken. Hè? Het boek gaat terug over eigenlijk met hoe ik het ervaren heb als speler, als jonge speler naar Ajax toe. Want er werd altijd gezegd, als jij buiten Amsterdam komt, dan ben je een boer. Ja. Sta je al meteen lachen tussen al die Amsterdammers. Ja, klopt. Probeer daar maar eens tussen te komen. Nou, dat is het enige wat je kan doen, is het harde werken en je voeten laten spreken. Nou, dat werkte al heel snel. En toen kwam ook de teamleider bij een van de ouders stonden natuurlijk ook allemaal bij elkaar. Ja. En sommigen weer daar en sommigen weer daar. En toevallig stonden Schip, Vanenburg en Chiloy stonden bij elkaar. Ja. En daar ging dus de teammanager naartoe en die zei, er zijn er drie spelers die het gaan halen naar het eerste elftal. Ja. Nou, dat waren toevallig die drie. Ja, ja. Bijzonder. En wie heeft het boek geschreven? Mike van Dam. Mike van Dam. Mike van Dam. Mike van Damme, moet ik zeggen, want anders gaat hij weer lopen zeuren straks. Ja. En die heeft ook Menso geschreven. Ja. En die heeft ook Pettersson geschreven, waaronder ik ook een aantal hoofdstukken voor hun heb, want ze zijn een beetje vergeetachtig aan het worden, die andere mensen. Ze moesten een beetje helpen. En daardoor is ook het boek met mij gekomen. Ja. Want, ten eerste zeiden ze ook dat ik nog veel wist. Ja. En veel meegemaakt heb. En, mensen wilden ook dingen lezen wat er eigenlijk in de kleedkamer gebeurt. Ja, gebeurde, in een hotel gebeurt. Ja, ja. Er zijn ook dingen geschrapt. Weet je, dat mag niet. Dat kan nu niet meer. Nee. Zo verschrijdend gedrag. Ja. Kijk, er zijn ook dingen gebeurd. Wij speelden ook wat mijn jong en oud hadden. Ja. Dat hadden wij ook met wit en zwart. Ja. Het kopspel in de zaal. Ja, ja, ja. Na de wedstrijd. Ja. Die dingen. Ja. Ja, dat ligt nogal gevoelig. Ja. Dat kan je nu vertellen. Maar dat is dat was juist wel het leukste. Want uiteindelijk is het zo gegaan. Want wij wilden altijd dan. Want zij dachten dat ze veel beter konden koppen. Ja. En wij wisten ook dat wij beter konden koppen. Ja. En ik zat er net tussenin. Dus ik kon kiezen welke groep. Nou, ik ging dus naar de witte groep. Ja. Alleen met voetballen ging ik naar de donkere groep. Ja. Want dan was het echt strijd. Ja. Ja, dan had je gewoon ook dan de betere voetballers. Ja. Maar koppen, anderhalf jaar hebben wij niet verloren van de donkere. Ja. Raar is dat je dat zo moet uit gaan leggen. Ja. Hè? Je moet het heel voorzichtig moet je het allemaal brengen. Maar dat weten ze ook. En daar, wij hebben daar heel veel lol om gehad. Ja. En wat is het? Plezier? Nou, als je, als je geen plezier hebt, dan is er ook geen succes. Eigenlijk een beetje het cirkeltje rond waar we mee begonnen. Nu, maar je hebt nu ook, zie je dat terug met Heitinga en met de spelers op. Die hebben plezier, hoor ik. Ja. Ja, en dan zie je ook dat de resultaten komen. Ja. Ik ben benieuwd wat ze vanavond gaan. Ja, vanavond belangrijke pot. Ja. Hè? Tegen De Union Berlin. Ja. Ik weet dat Duitsers het heel erg moeilijk kunnen maken in de thuishaven. Ja. Want de uitwedstrijd is totaal anders dan de thuiswedstrijd. Ja. Dat weet ik. Net zoals met Fransen ook thuiswedstrijd is totaal anders dan de uitwedstrijd. Ja. Ja. Ja.
Hey, waar ligt het boek? Waar kan je hem bestellen? Want dan maken we ook nog natuurlijk even reclame. Je kan bestellen bij Bruna en bij bol.com. Dus sluikreclame. Ja, sluikreclame. Er staat de Sony Chaloy Alexi. Ja. Er staat er zo'n schaal die ik dan heb gewonnen. Wat was dat voor schaal? Dat was de 93-94 volgens mij. Was dat de kampioen? Kampioenschaal. Ja, kampioenschaal. 94. En ja, dat was gewoon. Wij wisten ook dat we dus kampioen werden dat jaar al. En niet weten dat wij de Champions League het jaar erop zouden gaan winnen, 94-95. En dat je dan alleen een aandeel bent in het gebeuren in de kleedkamer. Dat ook belangrijk was. Zeker voor de bank. Want de bank bepaalt de sterkte van het elftal. Ja. Dat is het gewoon. Ja. Hey, ik vond het hartstikke leuk om je hier te hebben, Sonny. Ik ook. Vond je het leuk? Ja, ik vind het leuk. Zeker in een andere provincie. Ja, Leiden. Helemaal Leiden. Ja, helemaal in Leiden. Maar je bent er zo. Het is nog niet eens, denk ik, 40 minuten. Laten we binnenkort ook nog een bakje doen. Dan kom ik jouw kant op. Ja, dan kom ik jouw kant op. Ja. Hey, ik ga de kijkers natuurlijk bedanken. Tot ziens. Bedankt. Abonneren op je YouTube-kanaal. Spotify zijn we ook te horen. Dus daar ook abonneren. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer, want we blijven mooie verhalen verzamelen. Ik ben nog niet eens klaar. Nee. Koop het boek dus. Ja, zeker. Koop het boek, want daar staat nog heel veel in. Ik heb gehoord, ook van mensen die ik dus niet ken, dat het een heel leuk boek is. Het leest heel makkelijk door. Nou, hey. En Johan zei altijd, hou het simpel. Hey, daar sluiten we mee af. Okay. Dat is het mooiste. Okay. Sonny, hartstikke bedankt. Graag gedaan.